Laat mij uitnodigen nu de voorzitter van de Nationale Assemblée. En dat is niemand anders dus dan de heer Marinus B. Die vanavond ook gevraagd is om een woord tot u te richten. En hij wordt er door de dames van het protocol nu naar het podium geleid. En dan mag u ook van hem een nieuwjaarsboodschap verwachten. Ook een applaus voor de heer B. Goedenavond. Goedenavond. President van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokhi. Vice-president, de heer Ronnie Brunswijk. Staatsadviseur, de heer Somo Harjo. Ministers, DNA-leden, directeuren en alle andere aanwezigen. Ik groet u. Het is voor mij een waar genoegen om hier te mogen staan en u toe te spreken bij dit voor ons belangrijk moment. Waarom belangrijk? Omdat dit Suriname is. Suriname waar etniciteit geen rol speelt. Waar religieuze overtuiging geen rol speelt. We zijn allemaal Suriname. En bij dit nieuwjaar van de Javanen is het mij een waar genoegen om met u mee te nemen naar dat stukje ontwikkeling. Dat stukje ontwikkeling waar we met z'n allen moeten werken, ongeacht uw etniciteit, ongeacht uw religieuze overtuiging, ongeacht uw opleiding. We zijn er om dit mooie land samen op te bouwen. Dames en heren, laten we vandaag met elkaar die commitment maken dat we gaan voor een beter Suriname. Waar liefde voor elkaar de basis zal zijn. Waar eenheid onderling versterkt zal worden. We kennen geen Suriname zonder de Javanen. We kennen ook geen Suriname zonder de Hindustanen. Zonder de Blakamang. De Bradenanga Saf Uno. We allemaal in Mixranang. Trouw aan kleine Verenigde Natie. En daarop moeten we trots zijn. En we roepen op om na vandaag meer dan ooit dat te koesteren. Want sommige momenten krijgen we het gevoel als traman wan verstoord in Sandati. Maar de mooiste zou op in een kondreja dat u saptag uitdagingen de. Maar even koester de momenten zie dat we zorgen dat we lekker aan wil ik contra Sranang, kan Mopo altijd in problemen. En dat hebben we eerder al bewezen. We hebben bewezen dat te a contra go in Wandal, we opstaan met z'n allen en zeggen nee, we gaan het weer opbouwen. Maar nu is het opbouwen en dat moet ook continueren. Want we moeten een beter land overlaten aan onze kinderen en kindskinderen. We staan met z'n allen. Hoe dit nou een kruispunt voor haar ontwikkeling, voor haar kondre Sranang. Natuurlijk, hoe is een herpiste geduld voor jou. Maar today, we looken een bright future. Bij alle Sranamang in haar kondre die zie, kan op een moro betere libi. Dus, na een moment die zie, met u hoor na ede, tak a nieuwjaarija, die jou op uitdagingen. En die uitdagingen gaan we met z'n allen moeten tackelen. Blijf elkaar ondersteunen. Blijf elkaar die warmte geven. Zodat we dit land gezamenlijk kunnen opbouwen. Na mi kondre, na you kondre, na wi allemaal kondre. Grand tangi en te wan tralies baga. Dank u wel, voorzitter Marinus B. van de Nationale Assemblée voor de inspirerende en bemoedigende woorden ook vanavond bij de viering van het Javaans Nieuwjaar. We gaan naar de volgende spreker
En dat is de staatsadviseur van de president, de heer Paul Salam Somohardjo, een van de motoren achter deze Jawa Festa. Een applaus voor de heer Paul Salam Somohardjo. Goedenavond. Goedenavond. Duidelijker slamet bongi. President, vicepresident, voorzitter van de DNA, leden van het kabinet, ministers bedoel ik, en leden van de DNA en alle hoog. Waardigheidsbekleders. Brasa. Tideno bijzondere dag. Een dag om ja, even stil te staan. Maar Ayampanis Jardisi. Volgens mij komen van de Comitraxerie te danken de organisatie Platform onder leiding van Matra Eska. Niet alleen hem. Ook te danken aan de regering onder leiding van Matra Santoki Nanga Brunswijk. Regering Santoki Brunswijk. Brangasa Mayeshi. Ook te danken aan de Almachtige. De Almachtige wil ons op de proef stellen. Alleen kom 2 uur lang. Afu Fotosumu. Parlement Benasumu. Aplein zeker 1/3 Sumu. We hebben hier ruim op meer dan 15 tenten. Rangasa. Maar die garantie dat gaat beproeven. En die garantie dat Achovo de wil aanwezig is. Alleen of nou alleen. Hoe dan of nou dan. We door naar plein. Hoe vira nieuwjari. Japanese nieuwjari. Dus Rangasa. Met andere woorden. Want Achovo hebben wilskracht. Want Johan 2 karp, niemand kan ons tegenhouden. Brangasa, en je merkt op, voilà de leiders, die dachten naar no-no, vooral onder de Johan. De man die kan dat Japanees naar mij eten. En daarom, ik ga de hoogwaardigheidsbekleders en de anderen hier verzoeken om mij, ja, kort in het Javans het woord te mogen voeren. Voor ons duller kapje. Sumurupo. Jan kitopo niko atas bongso jowo. Jan kitopo niko baten kesoma nunggal. Zou nooit kunnen gebeuren. Dat wij hier vandaag de gelegenheid krijgen. Of vandaag dat Tasi Suro een nationale dag worden. Dankzij de eenheid. Town met town, meer dan 134 jaar. Het is nooit gelukt. Er is een town niet pon. Je samenke, pon zo joo. Te zoeken in een town baru, een nationaal dag. Een dag niet alleen van nieuwjaar. Een dag van erkenning. Die erkenning, die akemie. Je pon zo joo, ik ben ik ook. Het dag want een Suriname. Met andere woorden, waarop je aan het stoo. Tanpa won joo. Zonder won Jowo, geen regering. Tanpa won Jowo, zonder won Jowo, wat een enten pomerenta, Pramilo. Sumurpo, de belangrijkheid van de eenheid. Niet eenheid terwijl van de eenheid. Nee, maar nu al ik een pongso. Spato samanke, bijna een katjen, zijn kithamers mrk jamba. Jen, maar nu al ik een kito, nu al ik pongso kito. Samanke, ik tot die atjen die erken. Dat wong Jowo, orang kentikai nyek-nyek, orang kentik pecah-pecah.
waarop je aan het doen. En dan wil ik niet verder gaan, want het is geen politiek podium. Maar ik wil u zeggen dat dankzij ook de steun van Partij de Hoor, dat wij hier het kunnen vullen. En dan heeft Partij de Hoor ook de steun van de president en de VP, dat wij hier kunnen zijn. Want zonder hem, zonder zijn handtekening, Onobotron kiest Nationale Dag. Daarop, Propiantun, laten we de eenheid behouden. Propiantun, Samarke, Kitomaton Banwon, Tumadopana Stoyo, dat ik jullie als Tjowers zien lachen, ondanks de moeilijke tijd. Bijna zag je dat het Messem, zag het Guyu, zag het Ningali. Kitopo die komt met een gezond, nu not male, katostokok. Laten wij ons strijden, klaarmaken als Satrio, Brantas Ancora Morco. Propiantus Minamale, Kito Mator Nemanwon, dat een bijna stojo, of hier of de Grio, je hebt een kersomen nogal geponso, kersomen nogal, je hebt ponsotje op nogal, ponsotje op een brood, pacha, pacha, die net net. Eenheid, Unico, Garei Kwasaan, Jan Santoso, Woso, Tja, Pupra, Kito Mator Won, en van harte, harte, nog Unico, Wang Boom Boom. Nieuwjaari, Slamet, Town Baru, Happy New Year, Kito Maduroon. Dank u wel, staatsadviseur, de heer Paul Somario, ook voor uw inspirerende woorden vandaag hier. En we gaan in vogelvlug verder, omdat morgen ook weer een werkdag is. Maar natuurlijk zijn er nog hoogwaardigheidsbekleders die natuurlijk het woord moeten voeren hier. En dus ik nodig nu uit naar voren de vice-president, de heer Ronnie Breuswijk, zijn excellentie, naar het podium om ook vandaag een woord aan u te richten. Happy New Year! Happy New Year! Me baru wang Happy New Year ayam panis yari di si me bar alas mawane speki odi faude fauten. Mina yero faude fauten. Okay, no pas mayero no. Sayna excellency, the president van Republiek Suriname. Me bari wan lespeki ook to wan biki odi. Masra salam somo harjo, papa somo harjo. Teki nyo yari nangan esmafio. Voorzitter voor a Nationale Assemblée. Minister stande aanwezig. Parlementariërs. Ma amoro biki odi. Ego na ding. Jowo. De Japanese brada na safau de fauten. Make me begin, Frister Uno, Nanga Unyu Yari. Usaptaki, Omen Honot Yari, Lefopa Salam Somario Taki, A day this bede, man noit ete, Abede one national dak, di Uno Instranang. Tidena day, di arrakering, Santoki Brunswick, Trey an usorgu dati a national day today a new year day an panesi a de wan faith dati u up one national day today na a new year if den ami breti dat ook to mi bekan de deel genot fing fo
ook toe voor je barstelk als aan die zin. Natuurlijk, heb ik hem af en toe als president van de Republiek Suriname, maar Santoki, eens refugie als zegen die zin. Ja, ik moet zeggen, maar dat is om een hartje om in deze actie van IP. Je hebt mijn taak nog fout doen, om een vrede te zien. Mijn taak hier nog, moet ik aan een big man. En uiteindelijk is dat natuurlijk. Tijdens we 4 jaar, mijn breedte dat doe, even zie, dat na, ik denk 134 jaar, om de hele mijn jaren, maar ik vond het mooi jaar zo. Stranang, nou een brom te jaren. En aan je vaste gemeenschap in leveren een beetje bijdrage naar de ontwikkeling van andere dingen. Als je kijkt, die na de dag, je kan denken dat je een panese naar de instrument en de maas nog belangrijk. En dat is waar, want ik ben rijk van mongo, altijd me stop me bij mijn bami tapen. Als de man hem neven bami, ja toch, in een financiële situatie ook toe, dus mijn mensen, ik ben trots op jullie en ik ben zeker dat ik trots op ons refi. Met mijn heren van Bigiano dat ik trots op ons refi. En die met seks zeker plein in jas of zij de, ik ben tegen ook Bataki, de Japanese brengen als Sa, Unasra, maar ook toe. Maar zonder eenheid, ik is ook precies in de conditie. Zonder eenheid, enkele peel moest ik ook precies in de conditie, wat mis aan boto. Daarom heb ik mijn tijd pas om haar te tageren. Mij ondersteun je altijd, omdat mijn subtaki de bevolkingsgroep in een kondredisie die de acte gesteld, naar de boeskondresma, de heel veel acte gesteld. En ook toe, de Japanese brengers ook toe, hoe ze hebben ook toe acte gesteld. En dan nou aan jullie doro, voor te koe pressie in een kondredisie. Om te koe pressie in een kondredisie. Mensen, hoe de eens aan mij? Aan jullie doro. Maar de Japanese president de Muscoles Mawang en de Unu Wansrenaman, Abram Tijari, we gaan door met de eenheid, a eenheid te gaan door naar alle lagen van bevolking die Abram Tijari, met uw horizon. Mijn breedte kon niet dat mijn minister Rametan, of Yeshua Moskee, de Tapuang, let's say Wantra geloof. En alle geloof die zie je bij elkaar zonder probleem. Serenama Unicum. Lek van Beitaki, ik is een vriendelijke natie. Ja toch, maar het is een man taki, een nieuwjaar die zie, met moet ik alleen voor plezier. Maar met moet ik een nieuwjaar die zie voor bezin ons refi. Voor denki, voor we gaan morgen varen. Ik een nieuwjaar die zie voor denki, zou wel die bieden pijn voor hun baka. Zo stap om ons teki, dat die een helaas oppositie in de kondre die zie. Maar mijn mensen, mijn horen lang aan mijn konjaso van feliciteer ono. Mijn feliciteer stranang, want dat deed ze, en dan deed ik Japanese gewoon. Natuurlijk na elkaar zijn zo. En die was aan de one nationale vrije dag. Nog je ook toe lek Maron, nog je ook toe de Hindustani, nog je ook toe de Ingi Bradenangasa. Nagi, Ahebrom, Tijara, Hirsten, Akondre, mijn mensen, wij zijn één, una wang, meku naku anu Yusef, taki unu, na wang in Akondre, die zie. Mi, efelister, unu, wat heb ik iemand contacte, mino horen langa, enkele, heb ik de wang politieke podium, dan ben ik samborig hier, die asot, die dat hoesje boeieren. Maar ons afwas aan net ook, Biggy bravo deina olo en dim de jaso tide mi kon feliciterum tak yere wi safe sa mi tak mi galo alen di second jaso ni uno godoro ma masra galo se soro uno le famasa somo hajo taki as tell you of the proof that so long we be in hate sanifu uno ogobun ya me feliciterum te ko dei u te ko nyunyari tamaro goro ko baka o presir tide ma tamaro goro ko ya. Met de eerste man lezen, met de praxeer boom, zou ik hem te voelen naar Baka. Met feliciteer ono, en te koop big up, te wantralis Baka. Big bravo, sessa. Ik nodig uit, Zijne Excellentie, de president van de Republiek Suriname, de heer
Chandrika Prasad Santokhi. Mensen, alsjeblieft, als u even kunt opstaan voor de mensen. Natuurlijk de ouderen, maar voor degenen die dat kunnen, alsjeblieft. Gaat u zitten, neemt uw plaats. Dank u wel voor het respect. Lobby Brother Aziza, welkom op deze bijzondere dag, belangrijke dag, om de Sassisuro te vieren in nationale eenheid hier op het Onafhankelijkheidsplein. Ik groet de vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Ronnie Brunswijk. Groet de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Marinus B. Zijn staatsadviseur, de heer Paul Sumoharjo. De ministers die er aanwezig zijn, alle hoogwaardigheidsbekleders. In het bijzonder uw volk van Suriname, onze broeders en zusters. In het bijzonder onze Javaanse broeders en zusters. Ik heb goed geluisterd naar de bedoeling van dit nieuwjaar. En ik heb goed geluisterd ook naar het thema. En ik denk dat het bijzonder belangrijk is om een paar van de zaken die net naar voren zijn gebracht nogmaals te benadrukken. Eén is namelijk dat als thema gekozen is het geloof. Geloofprocessen. En dat wij deze avond hebben ingeluid met een gebed. En ik denk dat dat het belangrijkste is als we een nieuwjaar vandaag vieren. Dat we ook in het nieuwe jaar instappen. En dat kunnen we niet zomaar doen. Dat moeten we doen met gebed. Gebed en zegen van onze Schepper. Dat het goed moet gaan met ons allemaal. Dat het goed moet gaan met jullie. En dat jullie een jaar daar hebben achtergelaten. Waar er leuke dingen zijn geweest, minder leuke dingen. Maar dat je daarvan wijzer bent geworden. En dat je die goede dingen meeneemt naar het nieuwe jaar. Maar tegelijkertijd zeggen wij, als je het nieuwe jaar betreedt, betreed je ook in een nieuw seizoen. En als je in een nieuw seizoen bent, dan kan het wel eens gebeuren dat jij in een nieuw seizoen bent. Maar seizoenen kennen verschillende momenten. En dat anderen in andere seizoenen zijn. En dat die seizoenen niet allemaal dezelfde hoeven te zijn. En dat is bijzonder belangrijk om te accepteren. Namelijk dat we in een samenleving leven waar verschillende groepen met hun hoogtijdagen ook in verschillende seizoenen leven. En hier is de kracht van ons als Surinamers dat we dat accepteren. Dat we dat tolereren. Maar ook dat het nieuwe seizoen ook een nieuwe uitdaging kent. En dat jullie het adaptatievermogen hebben, het aanpassingsvermogen hebben om aan die nieuwe omstandigheden aan te passen. Broeders en zusters, ik heb het geluk dat ik uit de Javaanse omgeving kom, geboren en getogen Lelydorp. Dus ik ken veel van de Javaanse cultuur. Wat ik vanaf kleins af meemaak. Het is belangrijk om vandaag dat hier te zeggen. Want een paar sprekers hebben al gezegd. Er moet strijd geleverd worden. Om je plaats te krijgen. Die erkenning te krijgen. Maar ik kan niet één ding zeggen. Ik ken de Javaanse gemeenschap.
En hun kracht is namelijk, juist die bescheidenheid. In die bescheidenheid werken aan je zelfdiscipline. In die bescheidenheid werken aan je eigen omgeving. Het versterken van je omgeving. In die bescheidenheid systemen introduceren. Als het LoRa-systeem. Welke bijdrage aan die eenheid. In alle bescheidenheid werken aan het Gotong Royong-systeem. Welke bijdrage aan die zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid. Dat is die kracht. En vanuit die bescheidenheid zie je de Javaanse gemeenschap thans geïntegreerd zijn in alle beroepsgroepen, in alle lagen van de maatschappij. En dat is die kracht die jullie hebben ontwikkeld, waarvoor wij als Surinamers respect moeten hebben. We kijken ook naar die cultuur. En dat met behoud van jullie cultuur, jullie zorg gedragen hebben. En ik noem zeker de gamelan, dat die plaats krijgt binnen UNESCO om op de werelderfgoedlijst te komen. Dat heeft ook te maken met uw bijdrage wat u levert aan de versterking en behoud van uw cultuur. En zeker uw taal. Maar samen met de andere groepen vormen wij de Natie Suriname. Waarbij wij allemaal van buiten zijn gekomen, met uitzondering van onze inheemse broeders en zusters. En dat we allemaal elkaar verwelkomen, elkaar ondersteunen, elkaar de ruimte geven om te ontwikkelen, maar ook om op te bouwen ons geliefd Suriname. En ja, inderdaad zijn er discussies hier geweest, ja, op politiek niveau. Moet het een vrije dag? Moet het een nationale dag? En wij hebben inderdaad heel serieus gekeken naar dit vraagstuk. Wat afgelopen jaren niet beantwoord is geweest. En we hebben wel wat uitgangspunten gehad. De uitgangspunten zijn er. We kunnen inderdaad die Broemtjedjari zijn. We kunnen inderdaad die nationale eenheid vormen op basis van het principe van eenheid en verscheidenheid. Maar er zijn aspecten die daarbij ook een rol spelen. En dat is te beginnen met de identiteit. De eigen identiteit. En dat creëer je, dat versterk je. Door die groepen ook die erkenning te geven. Om te werken aan die eigen identiteit. En dat is zeker deze dag. Van in de maand Sura. Om die Sasi Sura te vieren. Welke bijdrage aan die identiteit, de Javaanse identiteit. Tweede is, mijn mensen, dat het geven van een nationale dag zeker zal bijdragen aan een sterkere reflectie van de Javaanse groep, naar de eigen groep, naar de historie, maar naar de nieuwe uitdagingen. Maar tegelijkertijd geeft het ook andere groepen meer informatie wat de betekenis is van het Javaan zijn, wat de betekenis is van de Javaanse cultuur en wat het betekent om samen als alle Surinamers te leven in eenheid waarbij de Javanen ook een bijdrage leveren. Ons beleid wordt gekenmerkt door iedereen gelijke kansen te bieden en zorg dragen dat die achterstanden worden weggewerkt met gericht beleid. Mijn mensen, het is een geweldige dag, ondanks de regen. Zie het als zegen dat u in grote getale hier bent gekomen. We waarderen u. We waarderen uw werk. Wij waarderen de bijdrage die jullie en jullie voorouders hebben geleverd aan die natieversterking, aan die natiebinding, aan die culturele verrijking. En dat die culturele verrijking in feite ook overgenomen is door alle andere groepen, hetgeen terug te vinden is in verschillende aspecten van het dagelijks leven, waaronder culinair. Ik feliciteer jullie allemaal met deze geweldige dag, de nieuwjaarsdag, met het nieuwjaarsfeest. En ik vraag de almachtige zegen van jullie allemaal, dat het goed mag gaan met ons land.
goed mag gaan met alle Surinamers, maar het bijzonder goed mag gaan met onze Javaanse broeders en zusters hier in Suriname. En ik groet u met Salamat Tahu Baru. Gefeliciteerd. God bless you all. Thank you. We hebben aangekondigd een spektakel, maar laat me het gras niet wegmaaien voor de voeten voor degene die dat moet aankondigen. Ik nodig uit de creator, de initiatiefnemer van dit feest dat we al 3 jaren vieren van Sassisuro. En dat is niemand anders dan Bronto Somaharjo. Een applaus. President, u kent uw minister van Binnenlandse Zaken erg goed, maar ik ga maar 2 minuten praten. Sassisuro, eindelijk een Javaans nieuwjaar. Het is een zwaar gevecht geweest. Na 20 jaren, verschillende Javaanse organisaties hebben regeringen gevraagd om de dag tot een nationale vrije dag te maken met Ketjawan als in de voorlinie. Tot in 2012. Toen heeft de Nationale Vrije Dagen een advies gegeven aan de vorige regering. En het advies luidde, luister jullie goed, regering, het zou goed zijn als je het, zowel het Javaans nieuwjaar als het Chinees nieuwjaar verheft tot een Nationale Vrije Dag. In 2016 heeft de vorige regering besloten om alleen onze Chinese broeders een Nationale Vrije Dag te geven. En zoals het vaker gebeurt, stonden wij toch weer met lege handen. Zoals het vaker gebeurt, keek de Chowo en stond erbij. Zoals de president zegt, erg bescheiden. Gege, orapopo, is niet goed, is oké, arapiepie. Totdat wij in de regering kwamen. We hebben brief geschreven, pam, 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 pam. Ik weet het misschien nog herinneren. Duizenden Javanen bij Pisa, met mijn poermijas, jompetapapakiva, pieke bijna mijn vadong. Ik was ietsje dikker. Maar toen zag ik de eenheid. Toen hoorde ik jullie scanderen. Wonchowo, wonchowo, wonchowo. En door het tentoonstellen van de eenheid heeft de regering Santokki Brunswijk ons die vrije dag gegeven. En laat het gezegd zijn, want ik hoorde gisteren op radio. Deze vrije dag willen wij Javanen niet om het vrij zijn. Want wij Javanen houden van werken. Wij Javanen zijn niet lui. En deze vrije dag is niet voor een klein groepje Javaniste broeders. Het gaat om die 65.000 Jowo die erkenning wilt hebben voor het bestaan. Elke grote groep in Suriname heeft haar eigen dag. En wij moesten onze dag delen met onze inheemse broeders en zusters. Jullie weten, wij Javanen houden van delen. Want wij leren, als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Maar we wilden onze eigen dag. Een dag waarin we worden erkend voor het helpen opbouwen van Suriname. Een dag waarin we worden erkend dat we ook de moeilijke tijden meemaken. En wanneer wij moeilijke tijden meemaken, une chowo ne pina. Desnoods eten we tjanga bening. Desnoods eten we tjanga bening totdat er weer goede tijden komen. En die goede tijden gaan komen als u volgend jaar een goede keuze maakt. Maar dan ga ik de politiek praten en dat wil ik niet. U ziet het. Uw strijd voor die Nationale Vrijdag heeft vruchten afgeworpen. Nu moeten we strijden voor een rechtvaardiger Suriname. Waarin het oliegeld niet naar de rijken gaat, maar naar het volk gaat. We moeten strijden voor meer inspraak. 65.000 Jowo.
2,5 minister en 0 DC's. Niet de schuld van de president, niet de schuld van de VP, maar onze schuld. We moeten werken, strijden voor een sociale Suriname. Maar zoals de president al zei, Bronto, hoe lang gaat je introductie duren? President, ik stop. Ik ga nooit naar de president praten, nooit naar de VP en helemaal nooit naar de voorzitter van Petjaul hoor. Als ik naar hem kijk, wil ik praten over datgene wat vorige week is gebeurd. Maar ik smeek Allah de kracht om mij in te houden. Broeders en zusters, ik wil jullie feliciteren met deze mooie, mooie dag. Ik smeek Allah dat hij jullie veelvuldig zegent. Slametown Baru en een happy, happy Jowa New Year. Oké, mensen, waar zijn? Ja, beste mensen, we zijn gekomen aan het eind van het formeel gedeelte. U mag genieten van een wervelende vuurwerkspectakel op de achtergrond. We nodigen uit de dames van dansgroep Kartika Budaya. Om op te treden vanavond hebben we nog meer Usha Sukatma in de house. We hebben ook nog Eddie Hassan. We hebben Selection. We hebben nog heel, heel veel meer in petto voor u vanavond. Maar laten we dus beginnen met het genieten van de vuurwerkshow. En natuurlijk de dames van Kartika Budaya. We hebben ook hier DJ Splash Montana. Die ons assisteert om de dames van muziek te bedienen. En dan moet ik ook groeten, want dan was dat het voor mij ook geweest. En ook van mijn kant een heel goed nieuwjaar. En we spreken elkaar volgend jaar weer bij, en dan moet het jaar 1959 zijn nog, zoiets. Maar dan zien we jullie allemaal volgend jaar weer bij een eerstvolgende editie van Jawa Festa. Een goedenavond iedereen en de dames van Kartika Budaya. So Joe.